Wij zijn vanavond hier bij jullie mogen komen kijken naar Hello 17 van zanggroep Pabo. En jullie drie, die zingen mee met Pabo, hè? Klopt dat? Ja. Maar jullie zijn best wel jong, hè? En er waren ook volwassenen bij. Zijn jullie een aparte groep? Nou, we hebben een groep Pabo en Pabo Junior. En dan zijn we allebei een aparte groep en we repeteren ook apart. En dan doen we vaak samen optreden. Weet je misschien hoeveel mensen er zijn bij Pabo Junior? 18 volgens mij. Ja, 18. 18 mensen. En zijn er allemaal vrienden en vriendinnen? Tuurlijk. Ja, ja, of course, tuurlijk. Dus het klikt wel heel goed bij Pabo Junior? Ja, het is heel gezellig altijd. En wanneer gaan jullie nou samen met die andere Pabo groep iets doen? Ik zou geen flauw idee hebben. Ik weet heel toevallig dat Fallon laatste ding is bij ons. Concert. Vorige week laatste repetitie. Dus die gaat nu naar de volwassenen. Dat weet ik dan wel. Maar wanneer wij nog iets gaan doen met de volwassenen, ik zou het niet weten. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat Pabo Junior doorgroeit naar de grote Pabo groep. Ja, dat klopt. Als je 14 bent, dan mag je over naar het grote koor. Ja. En er gaan 3 dit jaar over, dus we gaan er weer 3 weg. Wat een kleine groep. Ja, en dan zijn we met 15, alleen er is een jongen die hier net voorin zat. Komt er een jongen bij? Ja, er komt waarschijnlijk een nieuwe jongen bij. Ja, er komt een nieuwe jongen bij. Dus als er nog mensen mee willen doen, mogen die nog meedoen? Ja, altijd. Ja? Altijd. En jongens ook? Ja, jongen, je hebt echt nodig. Jongens hebben we nodig, hoor. Ja. Ik ga eens eventjes hier aan die mensen vragen. Er was hier een choreograaf, klopt dat? Nee, een regisseur. Ja, u bent de regisseur, hoe is de naam? Ja, Anke van S. En je hebt die hele show zo in elkaar gezet? Ja, qua zettingen en beelden heb ik het zo met hun gemaakt, ja. Ik vond het wel heel erg mooi gedaan. Dankjewel. En wie heeft de eer om naast jou te zitten? Ik doe het wel, zeg maar. Irene, en ik heb net ook meegedaan. Je hebt net meegezongen met de grote groep. Ja, klopt. Ja. Ja. En ben je nou ook doorgegroeid vanuit de jongeren naar de ouderen? Ik ben in 1999 begonnen bij Pabo Junior. En ik ben inmiddels ook uitgegroeid tot een van de volwassenen, ja. De naam Pabo, waar komt die eigenlijk vanaf? Die komt oorspronkelijk van Pastor Bonus af. Dat betekent goede herder. En dat is eigenlijk de oorsprong van ons koor. We hebben altijd in Helmond Oost gerepeteerd. In de Goede Herderkerk. In de Goede Herderkerk. Ja. Ja. Die dus ken ik daar, wel. Daar komt het vandaan oorspronkelijk. Dus het heeft niks met de school, de Pabo, te maken? Helemaal niks. Nee, we zijn geen leraren. Nee. Er was straks iemand in de zaal die dacht dat. Ja, dus ik denk, ik zal het eens even wat navragen. Gebeurt vaker hoor, gebeurt vaker. Maar nee, we staan er helemaal los van. Wie is er nou van jullie het allerlangste bij Pabo? Denk jij? Ja? Ik denk ik, ja. Inmiddels dit jaar 18 jaar. En als regisseur, hoe lang ben je erbij betrokken? Oh, ik ben vanaf afgelopen jaar pas erbij betrokken. Dus per project kijk ik het dan aan. Ja. Dus zo ben ik voor Hello 17, zeg maar, hier ingevlogen. Wil dat zeggen dat je eerst andere mensen geregisseerd hebt en nou ingehuurd wordt door Pabo? Ja, ik doe verschillende dingen naast elkaar. Ja. Hoe vond je de jeugd te doen? Heel leuk. Ja, die stralen echt van het podium af. Ja. Het is heel leuk om naar te kijken. Ja, ze zijn goed, hè? Ja. Ja, super. Het is een feestje om naar te kijken, vind ik. Ja, vind ik ook. Vinden jullie het heel goed gedaan hebben? Super. Jullie zoeken dus nog jongeren voor het koor? Of ja... Jongens. Vooral jongens. En zoeken we nog meer mensen? Ja. Wij zijn altijd op zoek naar goede mannen. Ja. Blijft lastig, maar mochten er mannen zijn, meld je aan. Als je nou heel lief in die camera kijkt, misschien komen ze wel. Nou, mannen, als je nog op zoek bent naar een leuk koor. Nou, wij zijn een heel leuk koor en wij kunnen jullie goed gebruiken. Dus, wie weet helpt het. Ga jij nog meer doen met het koor? Dat weet ik nog niet. Er staat een productie voor 2019 op de planning. Dus daar gaan we kijken. Daar gaan we het weer over hebben. Spannend. Ja. Duurt nog lang. Ja, maar de voorbereidingen die beginnen altijd flink op tijd. Dus dat is wel nodig. Dus daarom. Dus 2018 slaan we over. Maar dan doen we alleen nog repeteren?
Nee, nee, zeker niet. Er staan genoeg optredens op het programma, maar als we kijken naar een grote productie zoals we die nu hier in het theater hebben, daar moet gewoon een tijd voor gerepeteerd worden. Dus daar gaat nogal een voorbereiding aan vooraf. Ja. En in 2019 bestaan we 50 jaar. Ja, dus dan wordt er even uitgepakt natuurlijk. Dan wordt een superjubileum. Ja, inderdaad. Dus. Extra grote show? Nou ja, we gaan het zien. De plannen worden gemaakt. Dus ik hoop dat we daar een mooi feestje van kunnen maken. Ja. Ik hoorde net nog hier iets van de jeugd. Waar hebben jullie nog meer bij opgetreden? Sinterklaas en de Kerstman, maar... Dickens. Oh ja, Dickens. We hebben bij Dickens opgetreden en we zijn ook in een bejaardentehuis geweest, 2 keer. Speciaal optreden in een bejaardenhuis? Ja, dat was heel leuk. Weet je nog welk bejaardenhuis? Nee. Ja, we hebben Alphonsus en in Brouwhuis, weet je. Ja, in Brouwhuis. Ja. In Brouwhuis, ja. Ja. En welke vond jij het leukst? Ik vond eigenlijk alle twee wel leuk. Ja, ik kon, ja, weet niet echt. Het is al best wel lang geleden eigenlijk. Maar ik vind alle twee wel leuk gewoon. Ik vind alle optredens wel gewoon leuk. Maar zo'n show in zo'n theater is dus wel heel apart, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Is dat jullie favoriet? Ja. Ja, we zijn wel. We zijn bijna de hele dag bezig geweest om te repeteren en hier in het theater. Want we hebben alleen vandaag tijd voor gehad. We hebben wel een generale bij Philitonia gehad. En we hebben ook gewoon geoefend en achter de schermen van stil zijn. En tijdens de repetities hebben ze ook gezegd, 5 minuten stil, wil ik zeggen, oefenen. Wow, dat is zwaar. Dus, zwaar, hè? Ja. Stil zijn is het zwaarst. Ja. Laat die jeugd maar zingen, die kan beter dan stil zijn, hè? Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes in de toekomst. Ja, dankjewel. Kom ik nog mensen tegen bij The Voice straks? Een van jullie misschien? Ja. Wie weet? Ik zit op synchroon zwemmen en heel veel kinderen zitten mee te pushen. Van, ga wat doen, dat is leuk! Doe het gewoon! Doen waar je plezier in hebt, dat is het allerbelangrijkste. Succes, hè? Dankjewel. Jullie allemaal? Ja. Dankjewel. Niek de Groot, jij bent met een warm hart betrokken bij Pabo. Ja, dat is al heel veel jaartjes terug, eerlijk gezegd. Weet je, ik zit zo in de sport en ik wilde gewoon één avond, wilde ik heel iets anders doen, zo'n bijna 20 jaar geleden. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga zingen. En ja, Zanggroep Pabo heeft steeds een ontwikkeling doorgemaakt, is steeds beter gaan zingen. Met hele goede dirigenten gehad trouwens, die iedere keer erin slagen. En dat vind ik zo knap van die dirigenten en regisseurs en choreografen, noem het maar op. Dat die steeds Pabo op een hoger level proberen te brengen. En daar slagen ze wonderbaarlijk, vind ik dan, in. En weet je, het is ook leuk dat het Helmondse publiek weet nog niet goed genoeg dat we gewoon heel veel goede zangers en zangeressen, en maar ook zangkoren of zanggroepen hebben in Helmond, die ook buiten Helmond de naam Van Helmond heel positief in het nieuws brengen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Jullie brachten vandaag Hello 17. Hello 17. Yeah. En ik heb een grote groep mensen lekker actief bezig gezien. Volwassenen, maar ook schitterend kinderen waar het enthousiasme vanaf spatte. Ja, die waren natuurlijk wel heel zenuwachtig. Hè? Vaak is de eerste optreden in de Schouwburg. Ja, dat hoort er allemaal bij. Een beetje spanning, weet je wel. 1 keer een voorstelling geven. Geen reprise, gewoon helemaal niks. 1 keer en dan moet het gebeuren. Ja, en dan is het gewoon heel knap wat de kinderen hebben laten zien. Ik heb ook gehoord van de kinderen dat ze het heel gaaf vinden om door te mogen groeien naar de grote groep. Ja, nou, ik zei straks al, ik hoop dat er heel veel kinderen overgaan naar het grote koor, wordt er dan gezegd. Ja? Ja, dat is ook weer een hele andere impuls voor die kinderen. Als ze er maar plezier in blijven houden. Ja, en dan, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Plezier hebben met elkaar en dan, ja, één maatschappelijke hobby. Hè? Zingen met elkaar, leuk. Er zijn 2 dingen die heel belangrijk zijn, hè? Meer mensen moeten komen kijken en zich bewust worden van het feit wat voor iets fantastisch hier neergezet wordt. Nou ja, weet je, dit kost gewoon heel veel geld. En dan praat ik over meer dan 20.000 euro. Dat moet zo'n club maar bij elkaar zien te krijgen. En meestal moeten ze het hebben van de recettes. Dus mensen die komen kijken. En gelukkig, en dat geldt voor musical, het kanaal, de Helmondse musical die straks Heather and Jake gaan brengen. Maar
ja, die moeten volle zalen trekken. En ja, leuk is dat dat ook kan en dat het ook gebeurt in Helmond. Het was hier ook gezellig druk vandaag. Ja, het was uitverkocht in het balkon. Er waren nog een paar plaatsen in het balkon, op het balkon. Maar ja, je ziet dat aan Helmondse Musicals. Helmondse Musical Stichting slaagt er ook in om 10 keer, geloof ik, uitverkocht huis te krijgen. Nou, dat is gewoon geweldig. Zo ver is Pabo, Zanggroep Pabo, nog niet 10 keer uitverkocht. Waar nu aan gewerkt wordt, is wel weer heel leuk. Want de show kost gewoon 1 jaar voorbereiding. Over 2 jaar of over 3 jaar, moet even nadenken. Over 2 jaar bestaan ze 50 jaar. Dan wordt er een nog grotere show gebracht. Ja, dan gaat, nou, vandaag gaan ze daar al aan beginnen. En dat is weer, weet je, 2 jaar lang investeren. Om het Helmondse publiek iets te laten zien wat de moeite waard is. En voor 17,50 denk ik, of voor 25, nou ja, 20 euro of zo. Dat is echt de moeite waard om hier een hele gezellige avond mee te maken. En ja, dat was het. Daar doe je het voor. Zeker. En dat 50-jarig jubileum, kom je er ons van vertellen? Dan kunnen wij daar ook extra de mensen voor oproepen? Ja, dat doe ik graag. Hoe meer mensen daar plezier aan beleven aan zo'n avond, dat doet me gewoon goed. Fantastisch. Mag ik je heel erg bedanken en heel veel succes wensen. Dat wens ik Dit is onze wijk ook. Dankjewel. Alsjeblieft. Ine Jacobs, jij staat hier bij me na een schitterend optreden van Pabo. Hoe was het? Ja, het was geweldig. Het was, de zang was heel goed, de stapjes tussendoor was heel goed. En ja, het is gewoon een feest om het te zien. Dus je hebt zelf ook kunnen genieten? Ja, helemaal. Ja, ja, ja. Ik heb echt genoten. Ja. Ine, je bent erelid van Pabo, hè? Ja, dat klopt. Wat houdt dat precies in en hoe kom je aan die titel? Nou, ik ben heel lang lid geweest van Jonge Koor Pabo en in de liturgiegroep gezeten. En toen ik afscheid nam, toen gaven ze mij het erelidmaatschap. En ja, met concerten en zo word ik altijd uitgenodigd. En ja, probeer toch elke keer bij te zijn. Je zit dus altijd in hun hart. Ja, ja, zit in hun hart. Ja. Ja, 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 ja. En dat is wederzijds dus. En dat is wederzijds, ja, ja. Wat vind je nou wat er tegenwoordig anders is dan vroeger bij Pabo? Ja, het is meer een zangkoor geworden. Wij waren vroeger een kerkkoor. We zongen elke maand in de kerk met de liturgiegroep eromheen. Goede Herder, hè? En de Goede Herder. Ja. En ja, nou is het echt een zanggroep, zeg maar. Dus ze zingen niet meer in de kerk, ze geven concerten en alles. En ja, dat is gewoon eigenlijk wel heel leuk om te zien hoe dat veranderd is. Ja. Ja, ja. Goedenavond, mevrouw Van Gastel. Goedenavond. U heeft hier niet voor de eerste keer gezeten bij het koor, hè? Nee. Ik kom hier heel, heel dikwijls. En ook al heel erg lang. U bent een van de trouwste fans, heb ik gehoord. Nou, dat denk ik wel, ja. Hoe is dat nou eigenlijk gekomen? Nou, dat is al een hele lange tijd al. Mijn dokters, die waren bij het koor, bij Pabo. Vier. En ja, ze gaan trouwen en ze krijgen kinderen en zo. Dus dan hebben ze niet meer die interesse voor het koor. Dus er zijn er een paar weggebleven, maar er zijn er 2 steeds gebleven. En die zijn al meer dan 25 jaar bij het koor. Dus die hebben kinderen. En die kinderen komen ook bij het koor. Sommigen die blijven, sommigen gaan weer. Maar nou, op het ogenblik hebben we nog 7 leden. Van onze familie bij het koor. Dus er zijn schoonzoons, er zijn dochters, er zijn kleinkinderen intussen van junior. Dus de hele familie Van Gastel hoort bijna bij het koor. Nou ja, we zijn allemaal bij het koor betrokken. We zijn hier ook allemaal. Gezellig. Dus, ja. En heeft u nooit de verleiding gehad om ook mee te gaan doen? Nee. Nee? Nee, ik zong wel met hun mee, maar het was ook zo, als er een verjaardag of zo was, er werd altijd gezongen. En ook heerlijk. Ja, en toen kwam er een buurjongen bij ons in de buurt wonen en die had ook feestjes, want die was getrouwd en die was ook bij Pabo. Dus dan zat hij buiten, want het was in de zomer. En dan, maar dat zakt nou weg. Dat is een beetje minder geworden. Maar hoe vond u het vanavond?
die hebben al die jaren overtroffen. Nou, al die jaren die ik geluisterd en gezien heb, het was vanavond geweldig. Het was echt, het was super. Super, hoor. Ja, het was geweldig, ja. Nou komt er straks, al bij het 50-jarig bestaan, natuurlijk wel een heel speciaal jubileum, hè? Nou, dan moeten ze heel hard de best doen om dit te overtreffen. Ja, ja. Ja, en dat zullen ze wel doen. Mag ik u dan weer interviewen? Ik hoop dat je dan mee bent, ja. Heel graag. Dat hoop ik ook. Fijn. Veel plezier, hè? Dankjewel. Dankjewel, jullie waren fantastisch. Hoe is het bevallen? Is het goed gegaan? Ja, prima gegaan. Het was een prachtige show. Dankjewel. Super gedaan. Lekker hè, zo'n succes. Ja, jullie hebben het fantastisch gedaan. Dankjewel. Ja, super. Bij ons staat Erik van Vught. Hi, Erik. Hi. Met een K heb ik gehoord. Heel goed, Erik. Ja. Erik van Vught, dirigent van het koor. Inderdaad. Van Pabo. Inderdaad. Van het hele koor? Vanavond af en toe van het hele koor, maar zoals je zag was Cecile de dirigent van het juniorkoor. En ik ben dan vooral de dirigent van het grote koor, zoals ze dat dan hier noemen. En dan met het grote koor bedoelen ze de volwassenen eigenlijk. Ja. Ja. Hey, van harte gefeliciteerd met dit daverende succes. Dankjewel. Ik vond het super. Ja. Ik vond het prachtig. We hebben ontzettend ons best gedaan. We hebben een lange dag gehad, maar ja, het was absoluut de moeite waard. Had je de zenuwen of was je er zeker van? Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. De drummers de stokken kunnen breken, een lamp kan naar beneden vallen of een ballon omhoog, zoals je zag. Ja. Alles kan ja. gebeuren, dus dat maakt het altijd extra spannend. Maar al met al, we waren goed voorbereid, dus we wisten waar we aan gingen beginnen. Daar had ik alle vertrouwen in. Goed geoefend dus? Absoluut. Ja, dat hebben we wel gemerkt. Zijn er dat er dingen dat je zegt, nou, als we straks ons 50-jarig jubileum hebben, dan doen we het anders? Zeker. Maar ja? Dat is natuurlijk één grote verrassing, want wij gaan op ons 50-jarig jubileum niet één concert doen, maar wij zijn het hele kalenderjaar actief met allerlei evenementen die gerelateerd zijn aan ons 50-jarig jubileum. Nou, dan gaan wij jullie heel graag volgen. Ja, absoluut. Dat zou ik zeker doen. Dat wordt een heel leuk jaar. En mag ik je dan nog eens interviewen? Dat mag. Vooruit dan maar. Prima. Oké, hartstikke goed. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel voor een fantastische avond. Bedankt voor het komen. En ja, dat was genieten. Dat mag heel Helmond weten. Nou, super. Dankjewel. Tot ziens, hè. Bedankt. Ik sta hier tussen twee leden van de band. En die willen eigenlijk allebei niet geïnterviewd worden. Niet waar? Ja, wij houden niet zo van in de spotlight staan. Maar... Wat speel jij? Ik speel basgitaar. Basgitaar? Een echte bassist? Ja. Wauw. Hey, hoe is het gegaan? Ja, heel goed. Naar je zin gehad? Ja. Het was een daverende show, hè? Ik vond het super. Ik vond het super. Ja. Ja, ja. Oh, heerlijk. Aan die bas erbij. Ja. Ja. Dat heb ik genoten. Dat is heel mooi. Ben ik blij om. Super gaaf. En jouw collega, wat doet hij? Jeroen speelt toetsen. Toetsenist Jeroen. Ja, toetsenist, ja. Kijk, toetsenist Jeroen. Is jou ook goed bevallen vandaag? Ja, geweldig. Ja? Fijn gespeeld. En maar goed gespeeld, dus ik ben helemaal blij. Helemaal succes, hè? Ja, echt wel. Het bruist van binnen, hè? Zeker, echt. Ja, dat is genieten. Zeker, ja. Ja. En gaan we jou ook nog terug horen, volgende keer? Nou, ik hoop het wel, ja. Ja? Ja, tuurlijk. Beste mensen dus van Pabo. Ja. Ja. Ik ga jullie volgen. Is dat goed? Is goed. En dan volgende keer gaan we weer genieten van Pabo. Mooi zo. Veel succes. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Ja.